weer prachtig uit. We hebben, moet ik bekennen, vanmiddag wel een kleine reddingsactie uitgevoerd. Opstelling daarvan, I Amsterdam. Wat de bezoekers geweldig vinden om foto's mee te maken. Maar vanmiddag bleek hij ineens hier midden tussen de beelden te staan. Toen waren we plotseling weer bang dat we u daar geen plezier mee zouden doen. Nou, vent is, laat ik maar zeggen, het verhaal. Jaap noemt dat anekdotiek. En vorm is, nou ja, pure esthetiek, zal ik maar zeggen, of puur vorm. Wij hier in het museum zijn eigenlijk voortdurend bezig met vormen. Het werken met die vormen. Aan de andere kant, ja, weten wij gewoon dat je hebt wel geen dwingend verhaal erbij, maar zonder verhaal erbij ja, is het toch heel lastig over te brengen waar wat mensen nou wilden met die vorm of wilden met die taal die ze bezigen. Dus bijvoorbeeld, als ik daar dat zie liggen, dan denk ik toch bij mezelf van na twee keer, de eerste keer had ik dat dus ook niet in de gaten, van ja, dit zijn vingerafdrukken van een reus. En daar heb ik toch wel plezier in, moet ik zeggen, met dat soort gedachten. Een dag als vandaag is voor kunstenaars altijd een spannend moment. Opgetogen, blij, nerveus, vol verwachting en ook argwaan. Veel emoties dus. We volgen een gesprek tussen een beschouwer van kunst, tussen twee beschouwers van kunst. Dus in dit geval een schrijver en een filosoof. Schrijver. Dus soms kunnen we de kunstenaar volgen in zijn mania en soms niet. Daarom worden we door het ene werk geraakt en door het andere niet. Filosoof. Was dat maar waar? We worden zelden geraakt. De meeste van ons zijn niet geïnfecteerd met mania, schrijver. Dus al die emoties zijn trainbaar. Filosoof, ja, hebben van emotie bij kunst is een vermogen dat je tot ontwikkeling kunt brengen. En laten we hopen dat wij daar vandaag hier ons steentje aan bijdragen. Dan wens ik u tot slot allemaal een heel plezierige en of diep emotionele middag. Maar dat plakt u dan? Thank you.